Kinderen van het lager onderwijs mogen zich deze vakantie weer verheugen op de vakantieschool. Een van de organisaties die de activiteiten in verschillende buurten organiseert is de Stichting RUMAS. Vanmorgen namen wij een kijkje bij de start van de vakantieschool voor de jongeren van de Boerbuiten, Flora en Van Dijk. Hoofdverantwoordelijke van RUMAS voor het land Van Dijk, Jenny Sjeukalam, zegt al gelijk te hebben gemerkt hoe de kinderen de vakantieschool hebben gemist. Aan het begin van de dag was er nog wat terughoudendheid in verband met COVID-19. Maar de organisatie verzekert dat er rekening is gehouden met de gezondheid van de kinderen. Ik ben heel blij, laat me je dat heel eerlijk zeggen. Want we houden natuurlijk de maatregelen nog in, die Mohana-regels. Maar we zien dus dat die kinderen dit echt gemist hebben. En wij vinden dus dat die kinderen meer met hun mobiel bezig zijn. Dus we dachten nee, we moeten ze weer op het veld krijgen en dat is aardig geluk. We hebben 150 kinderen hier en die hebben echt deelgenomen. Ze vonden het jammer dat het zo snel afgelopen was, maar dus we hebben dus dan nog een paar attracties voor ze. Vandaag is dus de laatste dag? De eerste dag. Vandaag is de eerste dag, ja. Tot wanneer duurt dit alles? Dit alles duurt tot 14 september is de laatste dag. Dan hebben we afsluiting ook weer met competitie. Maar dat is in Paramaribo zo. Vanaf maandag dan gaan die kinderen naar hun eigen wijken. Dus Van Dijk, daar zitten ze dus bij een OS Lobato school. Zitten ze daar dus gewoon gedurende de week. We hebben op 8 september ook nog een speurtocht voor ze, waar ze ook weer punten voor hun wijk kunnen vergaren. De kinderen zullen bij de afsluiting van de vakantieschool meedoen met sportcompetities. Ook andere buurtorganisaties zijn betrokken bij de organisatie van de vakantieschool. We hebben creatieve vorming. We hebben vanuit AWJ, arbeid, werkgelegenheid en jeugdzaken. Die doen ook een training met ze. Cultuur doet ook een training met ze. Sport en jeugdzaken heeft ons dus de sportleiders gegeven. We hebben mensen van Stichting Liefdevolle Handen. Die doen dus dan ook een training met ze als een... Klap op de vuurpijl hebben we brandweerinformatie ook voor ze. 3 dagen. En we hebben, wie heb ik overgeslagen? Ik denk er zijn 6 hoofditems waarmee ze bezig gaan zijn. De vakantieschool van RUMAS loopt tot en met 14 september.